kan ik nu beginnen of wat? Hoi goed volk, welkom bij deze video waarin ik praat tegen jullie, boos ben over dingen en koffie drink. Let's go. Ik was me even volledig volwassen aan het voelen en ik was belasting aan het betalen en ik moest mijn autoverzekering veranderen, omdat de autoverzekering waar ik bij zat opeens had besloten om een premie te verdubbelen. Ja, als je volwassen bent dan gebruik je woorden zoals premies. En ik opeens fucking 300 euro in de maand zou moeten betalen en ik rijd geen fucking Range Rover, dus ik ga niet dat soort belachelijke bedragen betalen per maand. En ik dus moest omwisselen en ik dacht opeens al die zorgen en al die stomme kut dingen die je moet doen als volwassene. En opeens dacht ik, weet je wat? Ik ga volwassen zijn boycotten. Ik snap best dat je volwassen zijn niet kan boycotten omdat het letterlijk ouder worden is. Dat is gewoon tijd. Daar kan je precies niks aan doen. Tijd, dat vergaat gewoon. Weet je wel, relativiteitstheorie en zo, dat soort dingen. En bij tijd dat vergaat en ouder worden, hoorden ook de verplichtingen die society aan ons heeft geplakt. Zo van, hey, fucka, je bent bijna 20. Let's go met de dingen betalen. Ik snap het. Je kan het niet boycotten. Je kan er wel volledig tegen zijn. Ben ik. En als je dan even helemaal klaar bent met volwassen zijn en kooltrui dragen, dan ga je ineens bedenken, wat deed ik toen ik nog niet volwassen was? En ik bedacht me ineens, toen ik nog niet volwassen was, was ik namelijk de ultimate fangirl. En dat was leuk. For freaking real, ik wil weer fangirl zijn, ik wil dat leven weer. Ik wil dat leven weer dat je op Twitter gaat en dat het enige wat je doet is retweeten van grappige dingen. Of je hebt weer de Larry's in jail party als hashtag. En dan ga je allemaal dingen tweeten. Internetvrienden maken. Je tijd verspillen met One Direction filmpjes kijken. En Twilight filmpjes kijken. En dat je hele dag doen en dan weer naar bed gaan. Kunnen we eventjes gewoon even met z'n allen beseffen hoe fantastisch leven dat is. Als Twilight fan was het letterlijk zeg maar bijna mijn werk. Voor mijn gevoel was ik echt Twitter famous as fuck. Volgens mij had ik een paar duizend volgers. En dat is echt als regular 13-jarige voel je je dan flipping fabulous. Als ik eens zeg hoeveel geld ik heb uitgegeven aan Twilight. Hoeveel slaap ik heb ingeleverd. Hoeveel uren ik heb gestemd. En gewoon dan echt pride nam. Zo van yes, ze hebben gewonnen omdat ik 300 keer heb gestemd. Hi, was ik. Die shit was oprecht mijn alles. Ik keek Twilight, de eerste film, keek ik elke dag. Het ging zelfs tot het punt dat ik op een gegeven moment fanfiction ging lezen. What? Het was erg. I mean, ik heb fanfiction gelezen. Ik bedoel, de boeken waren er niet meer. Ik had geen boeken meer over, dus ik moest wel. En ik heb fanfiction geschreven. En nou was ik echt 13, 14, dus het was niet van die smut-ass, dirty-ass, nasty fucking shit die er wordt geschreven. I mean, 50 Shades of Grey, zoals menig mens het kent. Was gewoon een Twilight fanfiction. 50 Shades of Grey is Twilight fanfiction. Dat is de shit die erop online stond. Dat is de shit die ik tegenkwam als 13, 14-jarige. Dat zagen mijn ogen. Daarvan werd ik een beetje disgusted. Maar goed, ik zag het wel. Internet is een fucked up place. Ouders, als jullie dit kijken, let op wat je kinderen lezen, man. En het ding is, ik weet dat er een soort van, ew, jij bent een fangirl, what the fuck. Fans zijn van boeken niet cool is, maar huilen om je voetbalteam dat niet gewonnen heeft wel oké is. Allemaal prima. Wat is nou erger om te hebben? De struggle van belasting betalen? Of de struggle dat Liam Payne je nog niet volgt op Twitter? Wat hij wel doet. Still my biggest fangirl achievement. Of dat je Kristen Stewart haters hoort. En dat je van binnen gewoon manieren aan het bedenken bent van hoe je ze gaat vermoorden. Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik absoluut psycho was in die periode. Dat was ik. Maar goed, ja, ik was gewoon even klaar met alle verplichtingen. Alles in het leven is opeens een verplichting. En ik wil gewoon weer terug naar het moment dat ik alleen maar Sims speelde. En stemde op de MTV Awards. En dat ik aan het huilen was en aan het kwijlen was omdat Harry Styles zo fucking gorgeous is. Laat in de reacties achter wat voor dingen jij doet als je eventjes het normale leven wilt ontwijken. Als je verplichtingen wilt ontwijken. Als je gewoon even geen zin hebt in het leven. En gewoon andere dingen wilt doen. Wat doe je dan? Laat het achter in de reacties. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Want dat is gewoon logica. Je vond het leuk, dus je liked het. Logic.
Klik hier voor mijn vorige video. Abonneer even als je nog niet geabonneerd bent. Hoezo ben je nog niet geabonneerd? Is vet leuk. Join je gelijk eventjes Goed Volk. Goed Volk is tevens ook leukste volk van het internet. Dus. En dan zie ik jullie gewoon in de volgende quizzing. Zelfde plek, zelfde tijd, maar met een ander ding. Dag. Nu moet ik het editen. Weer een verplichting. Oh my god. Of wat jij zou... Wow. Ik boor echt nooit.